Oké, hallo, zijn we weer? Zijn we. Ja, yes, wij dus. Een jaar geleden stonden we hier ook, toen hadden we het over die knetterballen. Dat is een succes geweest. Winkels begonnen ze uit de schappen te halen en Marijn deed een convenant. Tekenen we. Geweldig, je hebt het knalplastic convenant als allereerste ondertekend. In het convenant stond dat bedrijven zouden stoppen met de verkoop van knetterballen, ze uit de schappen zouden halen, alle plastic uit alle vuurwerk zouden faseren. En dat is ook gebeurd. Eigenlijk de hele retail heeft dat ondertekend en ook de groothandels. En op dit moment is dat convenant onderdeel van een abonnement wat bij de Europese Green Deal ter stemming ligt. Dus dat is geweldig succes. Nou, en de eerste resultaten liggen al in de schappen. Nog niet overal zijn ze weg, maar onder andere deze. Dit is een grote plastic verdwijntruc. De plastic is uit de knetterballen verdwenen. Deze zijn van Big Bazaar. Hopelijk volgen de velen. Maar nu zijn we hier weer voor een nieuwe missie. Mission Mars. Yes. Gaan we doen? Wij gaan Mars vragen veel meer verantwoordelijkheid te nemen voor de verpakkingen van hen in het zwerfafval. We gaan het weer op dezelfde vertrouwde manier doen als Antervloe, die ook niet van papier zijn. Goeiedag, deurwaarder. Knetterballen. Waterballonnen. Zo, nou, die staat. Die zijn ook uit de schappen. En we willen jullie vragen nu om Marswikkels vast te gaan leggen. Maar niet alleen de Mars. Ook de Bounty en de M&M's en de Dove en de Twix en weet ik veel wat. Alles wat je van dat bedrijf op straat vindt, vastleggen in de Plastic Avengers app. Literati is dan gewoon de tag Mission Mars toevoegen. Mission Mars. M&M's. Mars heb ik hier. Ballisto. In mijn onderzoeken staan ze op nummer 6 als bedrijf. Snickers, de Celebrations, Milky Way. Allemaal Mars. Als we die data gaan verzamelen, dan kunnen we misschien Mars ook bewegen om duurzamere afbreekbare verpakking te gebruiken. Precies, dat is zijn of mogelijk zijn er andere manieren om voor hen, om hun repen aan te bieden. En wat wij willen laten zien is hoeveel van hun producten er op straat belanden, zodat zij ook zien dat het belangrijk is dat zij ook stappen ondernemen. Ja, er zijn al, we hebben wat alternatieven gezocht. Ik zag de Chocotof, die zit gewoon in een papieren winkel. Merken als Mars zijn ook al veel ouder dan plastic, dus vroeger hebben ze het ook zonder plastic gedaan, dus het moet kunnen. En nu heb je met chocola misschien een probleem, maar de M&M's, daar zit een suikerlaagje overheen, plastic eigenlijk totaal overbodig. Er zijn vast betere oplossingen dan dit. En zeker omdat we het zoveel op straat vinden. Bovenaan in jouw onderzoeken staat altijd, staan de flesjes en de blikjes. Ja. Daar komt natuurlijk statiegeld op. Dus daarmee schuift Mars steeds verder omhoog als meest gevonden merk op straat. Ja, dat klopt. Dus wat is onze oproep? Aan alle mensen, net als bij de vorige acties, zoals Jan er is, Peggy, Esther Lijstra, Esther, Arjen, Inze, Arnoud, we hebben heel veel namen, kan ze nu op zich niet verzinnen, Ivo, Henk, René, al die mensen willen we weer vragen om foto's te nemen, Peter Siegel. Met de data die jullie ophalen gaan we naar het hoofdkantoor in Veghel, maar ook naar België. We hebben gezien dat met deze data kunnen we bedrijven gewoon in beweging zetten. De dingen die ze misschien nog van plan zijn te versnellen in elk geval. Dat zou toch mooi zijn als we dat met z'n allen en opruimen en die dingen vastleggen. De kaart is waarschijnlijk zo vol. Mars is het allergrootste chocoladerepenmerk ter wereld. Dus wij verwachten ook van hen dat ze meer verantwoordelijkheid nemen dan alleen die minimale wettelijke eisen volgen zoals ze nu doen. Wat voor innovaties, wat voor manieren denken zij eraan om te voorkomen dat hun verpakkingen op de grond terechtkomen? Want het kan niet zo zijn dat ze hun macht alleen gebruiken om hoger of op de betere plek in de schappen terecht te komen. Dus jullie in België, Toon en de propere strandlopers zo, jullie mogen ook meedoen. En roep ook alle andere mensen van de literate community wereldwijd op om hier aan mee te gaan doen. Samenvattend, als je Mikkels vindt van Mars, M&M's, Twix, Milky Way, Dove, ik vergeet er vast nog een paar, leg ze vast in de Plastic Avengers app of in literate met de tag Mission Mars. Amsterdam is een schone stad. Tenminste, zolang u naar de gevels kijkt. Maar zodra u uw blik naar de grond richt, is het er al niet veel beter dan...